Vandaag krijgt groep 8 een nieuwe juf. De directeur stelt de nieuwe juf aan de klas voor. Nou jongens, dit is jullie nieuwe juf. Juf, dit is de klas. Nou, ze zien er in ieder geval heel lief uit. Die juf is wel een beetje vreemd. Ze doet meteen heel erg netjes. Ja. En zo deftig. Lijkt net alsof het een chique bruiloft is. De kinderen vinden de juf heel erg kakkerig. Ze lachen de juf uit. Nou, ik ben dus jullie nieuwe juf. Maar dan heeft de juf een verrassing voor de klas. Ik heb al kokjes en snopjes voor jullie meegenomen, aangezien het de eerste dag is. Ik wil altijd wel een nieuwe juf. Ja. De kinderen zijn de juf meteen heel leuk gaan vinden. Als de juf de eerste les met de kinderen een kledinglijn gaan zetten, vinden ze het helemaal geweldig. Nou, we gaan dus een kledinglijn opzetten. Ja, ik weet het ook. Ik heb een heel leuk idee. Ja. Ik ook. Ja, er zit helemaal geen jongenskleding tussen. Nou, dat komt later. Ja. De juf schrijft op wat ze allemaal precies wil hebben. Misschien hou jij van Bling Bling, maar dat is niet iedereen. Ja, maar weet je, je wilt toch wel dat veel mensen die kleding kopen. En ik denk dat het Nijntje iets minder mag. Minder met plakband, want ik denk niet dat... De juf wil de kinderen overhalen om Bling Bling kleding te maken. Als kinderen een lange tijd door hebben gewerkt... Huiswerk gemaakt. Nee, ik ook niet. Ik heb nog helemaal geen tijd gehad. Als de juf zich aan het opmaken is in de klas en zij de directeur aan ziet komen, schrikt ze en gaat ze snel een paar dingen verbergen. Oh, hey. Hallo. Gaat alles goed hier? Ja, het zijn super lieve kinderen. Ja, dat dacht ik al. En heel mooie dingen gemaakt hier. Ja, we zijn bezig met onvaardigheid. Doe maar rustig aan met werken. Jullie werken veel te hard. Ja, niet te hard werk je, nee, jongen. De kinderen kijken elkaar aan. Omdat nu de directeur is, hoeven ze niet meer hard te werken. Maken jullie alleen maar vrouwenkleding? Ja, de mannenkleding komt later. De juf slijmt veel bij de directeur. De juf is erg aan het slijmen bij de directeur, hè? Ja, waarom zou ze dat doen? Als de directeur weer weg is... Ik ben wel een beetje teleurgesteld. Jullie werken hartstikke sloom. Ik had wel wat meer van jullie verwacht. Hoezo? We hebben toch al heel veel gedaan? Ja. Iedereen heeft al een kledingstuk af. Deze is toch al af en ik ben ook al heel erg moe. We mogen niet eens kiezen wat we gaan maken. Ik vind het helemaal niet leuk. Ik ook. En nou, als jullie twee nou de wc-rollen gaan halen, dan wikkelen we met z'n allen in. Ja, en dan kunnen we dan de hulp van de kinderbescherming en de politie in. Ja, en andere kinderen die halen de directeur dan. De kinderen zijn er zat van en bedenken een plan. Hier zijn de wc-rollen. Kom, neem het van mij. Allebei twee. De kinderen beginnen last van hun handen te krijgen. Zullen we naar de directeur gaan? Mijn handen zijn echt helemaal kapot. Ja. Dat is niet leuk meer. Kom. Op kantoor praten ze over de kledinglijn waarmee de juf bezig is. Ze vinden het een leuk idee. De kledinglijn van de nieuwe juf? Ja. Vind ik echt een leuk idee. Kom maar binnen! Directeur. Wat is er? We moeten keihard werken, mijn handen doen hartstikke pijn. Wat laten ze jullie dan doen? Naaien, onze hele vingers zijn kapot. Die kledinglijn. Ik ga nu met jullie mee. Oké. Kom. Ze hebben afgesproken om om de juf heen te staan. Is er iets, jongens? Jullie krijgen zo nog meer huiswerk, hoor. Hou het op, hè. Wat is hier aan de hand? Hey, stop. Wat is dit? Op het papier staat alle plannen van de juf. Kom op. Ik ga nu de politie bellen. Jij hebt die kinderen gewoon hard laten werken. Dat is kinderarbeid. Nee, helemaal niet. Kijk, hij houdt gewoon heel erg van witte handschoenen. De directeur heeft de politie en de kinderbescherming erbij gehaald. Hier is de vrouw. De juf heeft de kinderen heel hard laten werken voor haar eigen kledinglijn. Dus pak er maar op. Dit kan echt niet. Nee, dit is niet oké. Vonden jullie het leuk? Nee! In de gevangenis krijg je nog mooiere kleren dan dit. Echt? Nee. Ga dan met ons mee, hier. De volgende dag komt de directeur met een nieuwe juf binnen. Nou jongens, dit is jullie nieuwe juf! Yay! Zij gaat jullie wel gewoon les geven. Nu krijgen ze wel weer normaal les.